Ik ben ziek. Wat snoep jij nou als je ziek bent? Met een smetje. Nou, in je boek gedaan? Nee, dat gaat. Dat... Hey, hallo allemaal. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben het, Fayen. En vandaag ga ik even niet echt iets heel leuks doen, want ik ben ziek. En dat is niet leuk. Nee, je ligt gewoon met griep in bed. Ja. En als je ziek bent, dan moet er goed voor je gezorgd worden, vind je niet? Ja. Ja, dus dan... koop maar Ik wil graag nog een PlayStation 5. Ja. En nog een Switch OLED. En ik hou niet echt van thee, dus doe maar een glas cola. Nee, je krijgt slijm van een keel. Ik ga voor jou thee halen. En andere boodschappen. Nou, maar als je ziek bent, drink je thee en eet je koek en biscuitjes. Tenminste, ik heb altijd stroopwafels, maar dat mag je natuurlijk niet. Nee hoor. Hey, wat we doen, ik ga voor jou boodschappjes halen. Ik neem jullie mee. En dan kom ik zo terug en dan ga ik jou eens verrassen. Met... besmetting. Nou, straks, dat kan niet. Ik ga jou verrassen met wat lekkere boodschappen. Goed, moppie? Nou, dat vind ik wel heel lief. Ik neem even een flesje hoestdrank. Ja, en pilletjes. Ik ben zo terug. Ja? Dankjewel, maak er maar wat leuks van. Ja. Oh ja, dus goed. Nou, dat is voor jullie dus een iets andere soort video. Maar misschien vind je dit wel heel erg leuk. Laat in ieder geval even wat leuks achter in de reacties en zo. Druk even op het duimpje. En dan, papa is zo weer terug, hè, schatje? Ja. Ja, oké, dag. Ik heb niet in je broek gedaan. In je broek gedaan? Nee, dat doe ik. Nou, ik ga. Oh, ja, ziek is ziek. Super, super sneu. Ik ga even naar de supermarkt om allemaal dingetjes voor haar te halen. Het is nog lekker fris. Nou, dan gaan we naar de Jumbo, denk ik. Jumbo, daar kom ik. Ja, en wat haal je dan allemaal in zo'n supermarkt voor mijn arme schatje? Nou, ik ga dus even goed verwennen. Want dat moet. Als je ziek bent, dan moet je verwend worden. Je ligt de hele dag al in je bed. Vianne die moest zelfs de musical les afzeggen. Nou, dan ben je echt ziek hoor. Echt zielig en zo hoest en zo blaft als een zeehond. Echt sneu. Maar goed, ik ga van alles even vinden. Ik laat je zo meteen zien wat ik allemaal voor de haal. Nou trouwens, ik ga gewoon even meewinkelen. Leuk. Goed, we beginnen met fruit. Even kijken hoor. Bananen, denk ik. Goed, bananen. Eetje. Wat voor fruit eet je eigenlijk als je ziek bent? Appels? Even denken hoor. Citroenen? Nee, ook geen citroenen. Even wachten hoor. Het ziet er wel heel gezond uit. Ik denk dat ik die meeneem. Kiwietje. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ze trek in heeft. Nou ja. We nemen gewoon wat mee. Eén ding weet ik sowieso, als je ziek bent, wat eet je dan als je dan iets moet eten? Ik sta er nu bij. Nou, wat denk je? Beschuit. Gewoon een lekker beschuit. Zo lekker, dan neem ik voor de mee. En natuurlijk thee. Maar ja, welke smaak? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik neem wel deze, denk ik. Sinaasappelthee. En tegenover de thee is mijn lievelingshoek. Koekjes. Maar ja, ik ga er geen stroopwafels geven natuurlijk. Maar ik denk dat ik het hier gevonden heb. Volkoren biscuitjes. Het is heus wel goed. Toch? Ik weet het echt niet. Ik neem ze gewoon mee. Ik hoop maar dat ze zo lekker vindt. Wat nog meer? Even denken hoor. Het is wel wat even nadenken. Het arme kind. En dan de moeilijkste opdracht. Hier. Snoep. Wat snoep je nou? Wat neem je nou een snoepje als je ziek bent? Dat neem je toch niks? Ja, misschien iets voor je keel of zo. Maar ja, wat dan? Ik weet het niet. Laat even weten in de reactie. Wat snoep jij nou als je ziek bent? Wat snoep je? Ik
verder die... Oh, wacht. Ik weet wat. Ik denk dat ze deze, maar ik weet niet zeker, stophoest. Ja, ik weet niet of ze het lekker vindt, maar als het heet stophoest, ja, dan zou je toch zeggen dat ze er wel wat aan heeft, toch? Ik weet het niet. Ja. En dan hebben we dit nog. Hoestdrank, hoestpillen. Even denken hoor. Wat ga ik er allemaal in stoppen bij haar? Even denken. Wat voor soorten? Ik zal weer het verkeerde meenemen, maar... Moet toch over, hè? Hoestdrank. Hoestdrank, hoestpillen. Gaan we gewoon doen. En natuurlijk een boekje. Toch? Ik weet nog vroeger toen ik ziek was, kreeg ik wel eens een boekje, een strip of zo, zoiets. Nou ja, wat een keus. Wat voor boekje moet ik nou nemen? Help even kiezen. Brandweerman Sam, Baby Born, Peppa Big, Topmodel. Dat zie ik allemaal, joh. Iets met Elsa. Of hier misschien een leuke Donald Duck. Jeetje, Mina zeg. Zoveel, of iets over voetbal, nee, dat vindt ze niet leuk. Dit zijn een beetje oude vrouwenboekjes. Dat vindt ze toch niet leuk, man. Oh, even denken hoor. De quote? Nee, ook niet. Man! Ik neem wel even op de gok iets mee. We zien het wel. Ik ga afrekenen. Zo, ik heb alles. Nu gaan we weer terug naar de zieke. En dan maar hopen dat ze blij is met alle spulletjes. En dat ze snel opknapt ervan ook. Nou, ik hoop dat ze er blij mee is. Ik heb wel een leuk boekje gevonden ook hoor. En heel veel medicijnen ook. Nou ja, het zal weer te veel zijn. Maar je kan het altijd bewaren, toch? Nou, ik zie jullie zo binnen. Hallo, ben je wakker? Nou, nu wel, denk ik. Zo. Ik ben er. Ik heb boodschapjes gedaan. Dat heb je toch gewoon een leuke kamer, hè? Ja. Jeetje, moppie. Het is toch wat? Ja. Heb je een beetje geslapen toen ik weg was? Nee, niet echt. Oh, wat saai. Ik heb even gekeken. Oh. Nou, ik ga jou beter maken, want ik ga je laten zien wat ik heb meegenomen. Gaat het zo, moppie? Ja. Oké. Nou, ik heb hier een hele tas. Kijk. Ik zie het. Ja. Ik heb echt... Ja, sowieso heb ik voor jou bananen. Maar wat denk... ik wil gelijk even een test. Hoeveel denk jij dat dit kost? Wat denk je? 4,50. 4,50? Nee, zo duur zijn bananen gelukkig niet. Maar wat denk je? 2,70. Jij denkt 2,70 euro. Ja. Heb je gespiekt? Nee. Hier, let op. Ik ga het stikketje er even af. Ik weet het 2,70 euro. Nee, ik weet het echt niet. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. 2,77 euro. Kijk dan. Grappig, hè? Nou, dat vind ik wel heel toevallig. Hier. Nou. Het zit op je baard. Ja, nou, in ieder geval, ik heb lekker banaantjes voor je. Dan, hey, waar ga je heen, camera? Ja, dan heb ik natuurlijk nog voor andere vitamines nog lekkere mandarijntjes voor je gehaald. Goed, hè? En om te eten heb ik beschuit. Daar doe ik pindakaas op. Nee, natuurlijk niet, man. Dat is toch rot van je keel, pindakaas? Gewoon niks. Oh nee, dat is droog. Ik weet echt niet wat je erop doet. Water. Dan heb ik nog iets lekkers voor je, namelijk biscuitjes. Een biscuitje. En dat drink je bij de... Juist! Ik heb sinaasappelsmaak. Ik denk misschien vind je dat wel lekker. Ja, ik heb echt nog niet geproefd. Echt niet? Ik heb bijna 11. Ik heb het nog niet geproefd. Ja man, thee is goed voor je. Dan moet je goed drinken, thee. Dan heb ik echt nog een hele... Oh ja, ik heb ook nog snoepjes, maar ik wist niet zo goed wat. Dus ik dacht, stop hoest, dan stop je hoest. Oh. Lust je dat? Ik hoop het. Ik weet het niet. Geen idee wat het is. Stop hoest. Nou, mijn stem gaat ook lekker mee. Maar bedankt. Ja, alsjeblieft. Dan heb ik nog hoest- en keelpastilles. Oh, dan... die zijn heel goed. Ja, ik heb ook nog hoestdrak. Huppatee. Snel beter worden. Sinaspril erin. Hoppa. Thanks. En dan heb ik ook nog neusspray. Is dat allemaal. En tot slot, zag ik ook nog bij de Jumbo, hoesttabletjes. Nou, neem van alles 5, ben je snel weer beter. Dank je. Goed.
En tot slot heb ik voor jou een blaadje Pokémon. Ik denk misschien vind je dat leuk Pokémon. Er zitten kaarten bij. Kaarten? Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maak even open. Oh, schatje is ook een schatje psychisch. Pas, nou, ik ben ik vind dat je het vind dat je het goed doet. Nou, ben je besmet. Jen, maak even de kaart open. Schiet op. Wat doe je allemaal? Maak gewoon het ding open. Maak even de Pokémon kaart open. Kijk of er wat in zit. Misschien heb ik er zit gewoon Pokémon kaarten in het ding. Leuk hè, maar ook leuk dat je iets te lezen hebt. Met de puzzelen, weet ik veel wat er allemaal in zit. Zo, nou, ondertussen, terwijl zij aan het... Ja, natuurlijk zijn het echte. Ze komen niet van AliExpress. Nee, tuurlijk niet. Nou, maak open die handel. We willen allemaal weten wat erin zit. Ik vul mooie knuffels. Nou, Finn. En, is het wat? We hebben Dino, Sandy Guest en Necklestick. En een superboekje van Pokémon. Oh, hartstikke goed, Tom. Alle informatie staat erin. Nou, veel succes met je kaarten. Hey, papa gaat PlayStation. Zoek het lekker uit. Hé, vond je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Wens Finn even beterschap in de reacties. Dat vindt ze leuk, toch? Ga je het lezen? Ja, toch? Goed zo. Nou, rust lekker uit. En volgende week kan je vast wel weer een musical les. Doe even rustig aan, ja? Nou, papa gaat PlayStationen. Ik kom overmorgen weer eens kijken hoe het gaat. Dag! Overmorgen. Groetjes aan iedereen. Doei!